En wat hebben wij nog meer? Oh, dit is een keukentje. Oh! Wow! Hey, hallo mensen. Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag spelen wij het spel Postal 2. Het is een heel oud spelletje, ooit uitgebracht in 2003. En ik heb ruim 4,5 jaar geleden dit spel opgenomen op mijn kanaal. Champy, Champy is niet thuis. Hoop ik, die rothond. Hallo meneer, wat doet u? U bent kaal. Het was super grappig, want het is echt het begin geweest van mijn kanaal. Althans, toen mijn kanaal weer een beetje leven kreeg. En dit is dus een van de eerste games die ik heb gespeeld. En het lijkt me heel tof om na zoveel jaar gewoon die game weer een keer te spelen. We gaan niet het hele spel doen, gewoon even een nieuwe game. En waar gaat dit spel nou precies over? Ja, en de Postal Dude is eigenlijk een magere man in een regenjas en een sikje en een zonnebril op. Hij is gewoon heel apart, zeg maar. En hij woont dus hier in een staakcaravan samen met zijn vrouw. Je gaat eigenlijk de dagen van de week af, dus maandag, dinsdag, woensdag, noem maar op. En het is niks meer dan dat je een boodschappenlijstje moet gaan voltooien in die stad. Dus het zijn gewoon doodnormale zaken van ga maar even een pak melk halen of haal maar even wat geld bij de bank. Maar elke keer als je zo'n opdracht uitvoert, dan wordt het weer een hele chaotische dag. Het wordt gewoon, ja, het gaat nooit normaal. Je kan nooit normaal een pak melk halen. Het kan wel, maar wij doen het op een andere manier. Het is wel een best wel grof spelletje. Het is een bloederig spelletje. En je kan dus vrij lopen in deze stad, in Paradise. Hoe verder je komt in de game, hoe meer dagen je voltooit, zeg maar. Hoe meer je ook kan spelen in die open wereld. Dus het is eigenlijk een map en die wordt steeds groter en uitgebreider. En hier gaan we eigenlijk door het steegje richting de plek waar ik dus zeg maar... Oh, Champ the Dog is er ook. Ja, er speelt ook een hondje mee hier zo op het terrein. En daar is die. Heeft ook een eigen hondenhokje. En daar ben je dan samen met je vrouw in die caravan. Allemaal heel goedkoop. Maar je kan bijvoorbeeld die schep kan je oppakken en je kan iedereen de hersens inslaan. Het is natuurlijk 2003, dus verwacht niet hele grove en mooie graphics. Maar het is af en toe een beetje vreemd dat je gewoon de raarste dingen kan doen. Laten we het daarop houden. En daar is die dan. En zoals je nu gaat zien is het ook gewoon een dikke first person shooter. Hier krijgen wij een lijstje. Hier zien we ook de hele map. Nou, we zien al de banken, politiestation en asylum. Oh jee. Ik vind het altijd het leukst om te beginnen bij deze game dat we gewoon een pak melk gaan halen. En hier pakken we dan even die schep op. Oké. En als het goed is zit hier ook ergens die hond. En die hond die valt je aan op een of andere manier. Het is niet fijn, maar ik weet ook niet waar die nu precies is. Maar ik weet dat die ergens rondloopt en hij kan je gewoon zomaar aanvallen. Ja, en je kan ook dieren vermoorden. Laat ik niet dieren vermoorden vandaag. Laat ik gewoon, als ik die hond zie, gewoon wegrennen. En dan komt het helemaal goed. Ik heb hier ook een huis en we kunnen ook gaan inbreken in dat huis. Alleen ik weet niet of er mensen aanwezig zijn. Maar daar komen we snel genoeg achter natuurlijk. Even kijken hoor. Hallo, is er iemand? En binnen in zo'n huis kun je ook allemaal spulletjes pakken zoals armor. En ik heb hier ook al nog meer. Oh, een stun gun. Oké, dat is altijd makkelijk, denk ik. En wat hebben wij nog meer? Oh, dit is een keukentje. Oeh! Oké, er lopen hier mensen binnen. En het is wel gezellig, maar ik denk als ze mij zien in het huis, dat ze wel zoiets hebben van, wat doe jij hier? Hallo? Ik denk dat hij nu de politie gaat halen. Maar ik ben dus in dat huis en ja, weet je, het is gewoon niet normaal als... Oh, hallo. En daar komt meneer de politieagent. Ze gaan naar binnen. En hij komt nu achter me aan of niet? Oh, hallo. Wat we nu kunnen doen is... Hé, daar is het hondje. We kunnen gaan wegrennen. Dat is denk ik het beste wat we kunnen doen. Ik kan ook zeg maar opgepakt worden en dan ben ik bij het politiestation. Dat wil ik niet. Dus ik ga gewoon rennen. Politieagent komt achter me aan, maar ik ga proberen om het zelf te verstoppen. En dat doe ik denk ik in de supermarkt, want daar moet ik ook zijn omdat ik dus melk moet halen. Dit zijn de arcadehallen. Hallo iedereen, gezellig. We hebben ook een poesje. Poesje rent ook voor me weg. Oh jee. Is hij nog steeds achter me aan? Hij zit nog steeds achter me aan, hè? Ik ben nu hier ineens bij een plekje en ik weet niet of ik hier veilig ben, maar ik ga gewoon hier in het hoekje zitten. En ik zie al wat er gebeurt. Zo. Er liggen ook geld. Weet je wat? Ik ga je gewoon opwachten. Heb ik een stun gun nog? Ja, ik heb de stun gun. Oké. Mocht die komen, dan is het... dan... Oh, daar komt die! Meneer die politieagent. U heeft mij niet gezien, toch? Nee, hij staat daar. Kijk, hij staat daar. Hallo. Hoi. Ik ga op hem af en dan gaan we schieten. Let op. En hoppakee. Yes. Is die? Komt goed. En hier nog een politieagent. Hallo, doeg.
Oh, mijn gesneden, ik kom achter me aan. Nee. Oké, dit is spannend. Ik wil wegwezen. Waar zit ik ergens, joh? In Chinatown? Hoppakee, we gaan weg. En hij heeft me nog niet geschoten. Of ze hebben me nog niet geschoten. Maar ze komen natuurlijk wel achter me aan met z'n drietjes. Dit is niet goed. Ik loop gewoon helemaal naar achter naar mijn eigen huisje weer. Ik weet dat het kan dat je ontsnapt aan de politie. Ik weet dat dat gewoon mogelijk is. Ik heb hier in ieder geval benzine. Mochten ze me echt gaan aanvallen, mochten ze mij gaan vinden, dan is dit een alternatief. Het is niet goed, maar het is een alternatief, zei ik al. En je ziet onderin dat het politierode balkje, om het zo te noemen, dat die steeds minder wordt. En dat is positief. Maar de politie is denk ik weg. Althans, ik heb hem niet meer gezien. En ik denk dat we nu een soort van veilig en wel stom huis. Ik ga er nooit meer naar binnen. Ik denk dat ik nu rustig en wel gewoon verder kan kijken. Is hier iemand in huis? Want ik wil toch nog even wat spulletjes pakken. Even kijken. Armor. Oh, oké, ik heb niks gedaan. Ik ga weg. Oké, de politie is ook weg. Mooi. Laten we melk gaan halen, want dat is belangrijk. Ik moet nog steeds melk gaan halen. Ik had dat gezegd. We zouden dat vanaf het begin af aan doen. En ik heb het nog steeds niet gedaan. Gezellig. Leuk dat u er bent. Hè? Hartstikke gezellig. Wat doet die meneer daar? Hij is aan het rennen. En... Oké. Wat? Wat doen ze? Wat heb ik nou weer gedaan? Oké, mevrouw. Alsjeblieft. En een vuurtje erbij. Hoe doen we dat? Hondje gaat ook achter me aan. Hoe doe ik dit aansteken? Oké. Hoppakee. Zo, dat krijg ik ervan. Hey, dit is wel gezellig. Kijk nou. En jongens, wat nou als ik eventjes het feestje ga bederven hier zo? Dat is wel cool natuurlijk. Zo. Doei. En als het goed is, is hier ergens waar ik melk kan halen. Alleen, er is iets in dat winkeltje. Er wonen namelijk terroristen bovenaan. Dat klinkt heel vreemd, maar hier in deze winkel, je denkt dat het allemaal een hele... Ja, loop maar door dan. Jeetje. Sorry mevrouw, voordat ik weer de politie belt. Als je hier door deze deur gaat, dan heb je dus zeg maar terroristen daarboven. En daar wil je niet mee te maken hebben. Oké, die man gaat er vandoor. En nu ben ik aan de beurt. Dag meneer. Hallo, ik zoek een pak met melk. Oh, hij zegt het ook. Can I help you? Ik denk dat ik eerst melk moet gaan zoeken. En meestal staat dat in de koeling. Dus ik ga eens even kijken. Wat hebben we hier dan? Melk. Ja, dit ziet eruit als melk. Wat ik nu kan doen is naar buiten lopen. Maar dan heb ik niet betaald. Ik wil laten zien wat er dan gebeurt. Kijk, hier staan allemaal explosieven. Ik hoor iemand al stop. En je hoort al mannetjes. En als het goed is, daar komen ze. Kijk, ze hebben pistolen in de hand. Hoppakee. En YOLO. Oh, er komen er nog meer. Ga maar aan. Kom op. Matches. Ja. Nee. Oh, ze steken mij in de fik. Nee. Ik denk dat ik dood ga nu. Ja, dat moet wel. Ik moet dood gaan nu. Leven. Ik heb het overleefd. Ik heb een wapen. En ik ga uitkijken. Daar zit je. Hoppakee. Zo. Dat gaat helemaal goed. Oh. En daar nog één. Oh, die is sterk. Het is de kassamedewerker. Wow. Oké, even kijken. Oh, hallo. Kunnen we het hoofd eraf schieten? Hoppakee, zo doen we dat. Maar dit is dus wat er allemaal kan gebeuren en wat je allemaal ontdekt. Ik hoor nog iemand. Oh, oké dan. Die kwam hieruit. Zijn er nog meer mensen? Nee, we hebben wel armor. En wij rennen maar naar buiten. Kom op. Wow. Nou mensen, dit was de video voor vandaag. Het is een apart spel, dat zeg ik eerlijk. Maar het was wel gewoon leuk om weer eens even als een soort reunie dit spel weer een keer terug te spelen. Laat vooral een duimpje achter en volgende keer zijn we terug met wie weet weer zo'n random video. Doei doeg! Maar ik was vandaag dus melk aan het halen en toen op een gegeven moment... En toen... Waarom kijk je zo boos? Ik praat tegen je. Sorry! Damn, Sir Piet! Maar ik was dus melk aan het halen en toen op een gegeven moment kwam er een man iets... Ik doe niks! Weet je zo brutaal? Je bent een man die moet me... Die moet... politieagent zijn. En dan moet je respect hebben voor de burgers. Ik vertel probeer alleen te vertellen dat die gozer schoot op mij en er was politie en die deed er niks aan. Ja, negeer het maar.